Goeiedag. Ja, mooie opklaringen afgelopen nacht en dat betekende dat de temperatuur ook flink onderuit ging. In het binnenland rond het vriespunt werd het, op sommige plaatsen kwam het echt ook tot vorst, met name op de Veluwe We hebben lage temperaturen gemeten. En komende nacht zijn er opnieuw opklaringen en ook dan verwacht ik dat de temperatuur zelfs op meer plaatsen onder het vriespunt gaat uitkomen. En maandagmiddag, ja, er trekken hier en daar een paar buien over het land. Goed te zien op de radar. Dat zal vanmiddag nog wel eventjes doorgaan. Morgen, lange tijd, denk ik, overwegend droog weer. Laten we de weerkaarten maar eens op gaan pakken. Het is nog steeds natuurlijk erg fris. Want ook vandaag, zo rond de 10 graden, dat zal morgen niet heel veel anders zijn. Na die dus wat koude nacht. Want we gaan met vorst te maken krijgen in deze opklaring. Overigens is vorst natuurlijk helemaal niet vreemd in deze tijd van het jaar. Dat hoort er gewoon bij. Ja, die opklaringen die zijn er dan vannacht. En morgenochtend begint het op veel plaatsen zonnig. Dan zien we wel vanuit het Noordwesten dikkere bewolking dichterbij gaan komen. En vooral later in de middag en met name in de avond, ja, dan vallen er toch wel een paar buien in Nederland als deze storing gaat passeren. Behoort wij een lage drukgebied met daarachter flink wat onstabiliteit. En dat betekent dat woensdag toch echt wel een wisselvallige dag gaat worden. Dan komen er meerdere buien onze kant op. En dat kunnen echt buien zijn waar ook weer hagel bij zit. Voorbeeld. Is wel iets om even in de gaten te houden. Dat lage drukgebied gaat dan later in de week weer wegtrekken. En dan krijgen we toch wel een ander weerbeeld. Want het ziet ernaar nou uit dat de temperaturen in het weekeinde omhoog gaan. Ik kom daar straks op terug. Want voorlopig gaan ze eerst nog naar beneden. Komende nacht dus vorst in het binnenland. Min 1, misschien wel min 2 graden. Alleen in de kustprovincies daar blijft de temperatuur wat hoger. Staat vannacht weinig wind. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Ik denk dat vanavond er nog een enkele bui kan vallen. Maar dan dus droog. En dinsdagochtend flink wat zonneschijn, droog weer ook, maar dan later wel die storing vanuit het noordwesten. In de middag neemt de bewolking toe, en hier zien we dan die storing overschuiven. Dat gebeurt vooral in de avond en daarachter veel meer buien weer. En ook woensdag overdag moeten we dan rekening houden dat er meerdere buien gaan vallen. Dinsdagmiddag Lange tijd nog wel droog, misschien een enkele bui. En aan het eind van de middag, en vooral in de avond, dus die buien vanuit het noordwesten. Het is dan 9 of 10 graden. En dan waait een matige wind uit, nou eerst noordelijke richtingen. Die wind die gaat dan geleidelijk aan wat meer draaien naar het westen. Woensdag overdag, hooguit 9 graden. Tussen de buien door natuurlijk wel opklaringen. Dat zien we wel steeds. Dat we af en toe van die mooie felblauwe luchten kunnen zien. De wind uit het noordwesten, en meest matig. En dan de dagen erna. Ik gaf al aan dat die temperatuur in het het weekeinde omhoog gaat, kunnen we hier ook mooi zien. Zaterdag rond de 15 graden, zondag rond de 17 graden. Zaterdag natuurlijk koningsdag. Dat kan best wel eens een hele aardige dag worden hoor met wolkenvelden en zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. De kans op een bui lijkt nu pas in de avond te gaan toenemen, maar het is nog wel ver weg. In ieder geval die temperatuurstijging, die zit er duidelijk in. Dat kunnen we ook mooi zien in de pluim. Want dan kunnen we nog wat verder kijken. En dan zien we ook na het weekeinde. dat die temperatuur mooi op niveau blijft. Tussen de 15 en 18 graden over het algemeen. En dat zijn mooie temperaturen voor deze tijd van het jaar. Verder ook de nachttemperaturen die weer wat omhoog gaan. Die vorstrisico's zitten vooral in de eerstkomende dagen nog. En dan kijken we ook nog even naar de neerslag, want hebben we er dan ook rustig stabiel weer bij? Nou, dat is nog maar de vraag, want de kans op neerslag is ook volgende week aanwezig, weliswaar is de kans op neerslag wat minder groot dan deze week, maar helemaal droog durf ik het nog echt niet te geven. Nog een fijne dag.